Dan maak ze deel uit van de beraadslaging. De heer Voor de Wind. Dus ik vroeg me even af wat de motie nou toevoegt aan de brief die we van de minister ook hebben gehad. Want die staat inderdaad die intensivering voor. Daar kan je anders over denken. Wij denken er anders over, maar hij staat wel in de brief. Nou, volgens dat is precies het punt. Het kabinet doet dat. Maar ik denk dat het ook goed is dat wij als Kamer dat uitspreken. En ik denk dat het ook goed is voor onze handelspartners, zakenmensen, ondernemers en beleggers om te horen dat de Kamer ook na afgelopen jaren wat er allemaal gebeurt, dus uitspreekt dat de handel met Turkije wordt verbeterd. De heer Koopmans. Voorzitter, de VVD is altijd voor handel in de juiste omstandigheden. Maar dus een pleidooi voor bevorderen van handel klinkt mij positief. Maar nou, dank voor de steun. Maar de vraag is hier wel, wat bedoelt de heer Öster concreet? Of probeert hij gewoon een algemeen goed nieuwsverhaal te vertellen? Nou, concreet bedoel ik dat de Kamer afgelopen jaren zeer negatief over de relatie met Turkije heeft gesproken. Dat het effect heeft gehad op ondernemers in Nederland. Als het gaat om investeringen en beleggingen van beide landen. En ik denk dat het een goed signaal zou zijn voor onze ondernemers, maar ook ondernemers in Turkije, om te horen dat de Kamer zich uitspreekt dat de handelsrelatie weer verbeterd moet zijn. Ik denk dat dat heel veel banen gaat opleveren en ook goed is voor onze economische groei. Ja, maar voorzitter, ik hoor dus dat de heer Öztürk geen enkele concrete maatregel noemt. Het enige wat hij zegt is de relatie moet beter. En dan heeft hij het dus niet over het bevorderen van handel, maar dan heeft hij het over dat wij geen kritiek meer mogen hebben op Turkije vanwege de mensenrechten schendingen of zo. Want als hij nou wel zegt, ja, er zijn concrete maatregelen, dan hoor ik ze heel graag, maar het enige wat hij nu noemt is gewoon, laten we aardiger zijn tegen Turkije. En dan vraag ik de heer Öztürk, waarom? Want we hebben hier te maken met hele ernstige mensenrechten schendingen. Met erosie van de rechtsstaat, ondermijnen van de democratie. Wat wil de heer Öztürk nou? Nee, maar als de VVD-voorzitter de handelsrelatie met Turkije niet wil bevorderen, moet de VVD zelf weten en dat ook aan hun eigen achterban vertellen. Voor ons is het belangrijk dat de Kamer zich uitspreekt dat die 400-jarige betrekkingen, die heel goed zijn gegaan, het is inmiddels 406 geworden, heb ik begrepen, dat het nog beter wordt. Dat is de lijn van denken. Twee termijn, dacht ik. Voorzitter, nee. Daar ga ik over. Ja, maar. Ja. Voorzitter. De heer Koopmans. We zijn erg voor het bevorderen van handel daar waar dat kan. Maar de heer Öztürk die heeft nu een motie die zegt, laten we de handel bevorderen. Hij noemt niks concreets. En als ik hem vraag, wat bedoelt u dan? Dan, heeft u dan zegt hij eigenlijk, u mag geen kritiek leveren op Turkije. Goed. Nou, de voorzitter geeft u nog een gelegenheid om nog een keer iets tegen mij te zeggen. Maar het is gewoon de herhaling van zetten. Wij willen betere betrekkingen, betere handelsrelaties voor onze economische groei. En dat denk ik, ik denk dat de VVD-fractie met mij eens zal zijn, ook de achterban. Mevrouw Karelwoord. Ja, voorzitter, ik vroeg mij af of dat de fractie van Denk louter wil inzetten op nog betere handelsbetrekkingen. Of misschien ook oog heeft voor dat wat niet gaat en steun zou willen geven aan al die journalisten en mensen die om politieke redenen ofwel in de gevangenis zitten ofwel onderdrukt worden. Nou, dat is een punt die al jaren, bijna iedere maand hier wordt bediscussieerd. En wat Denk nu inbrengt is dat we ook onze handelsrelaties moeten verbeteren, waardoor er weer mogelijkheid is, en dat heeft de minister terecht tijdens het algemeen overleg gezegd, als ik in overleg ben en als ik daar ben en als ik een goede communicatie heb en als we daar goede betrekking hebben, kan ik ook wat meer betekenen. Ik denk dat de lijn nu moet zijn na jaren bagger en na jaren ellende en met name vanuit uw kant, omdat u toch de, ja, laten we eerlijk zijn, toch een terroristische organisatie als PKK wil steunen. Nou, dat we nu naar een tijd gaan, dat we toch naar de oude tijd gaan, dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Dit is de zoveelste keer dat u mevrouw Karabulut in dit geval verdenkt iets met terroristische organisaties te maken te hebben. Heeft u daar bewijzen voor? Want ik vind het aantijgingen naar collega's best wel heftig. Daar gaat de voorzitter niet over. Jawel. Nee. Want het gaat om persoonlijke aantijgingen. Nee, daar gaat de voorzitter niet over. U geeft iemand een derde termijn. Vervolgens ben ik in discussie met mevrouw Karabulut. Ja. En dan probeert u zich daarin te mengen. Ja, maar ik vind persoonlijke beschuldigingen. Ja, maar daar is mevrouw Karabulut zelf verantwoordelijk voor. Persoonlijke beschuldigingen, of het nou om mevrouw Karabulut gaat, of wie dan ook. Ik vind dat nogal wat u zegt. Als wij beschuldigd worden, zegt u niks. We krijgen een soort jijbakker. Maar het gaat erom, als u iets een collega zo neerzet, ja, maar dat is nogal wat u hier tegen een collega zegt. En ik wilt u even een klein beetje tot 10 tellen en mij laten uitpraten. Ik geef de heer Voor de Wind het woord. Waarom? Omdat ik het doe.
Ik ben de voorzitter. Maar waarom? Ik ben met mevrouw Karabloed in discussie. Maar ik ga over de orde van de dag. En de orde van deze zaal. Daar ga ik over. We hebben ook een reglement van orde. Precies. Die zou u een keertje goed moeten bestuderen. Het reglement van orde. De heer Voor de Wind. Dank u wel, voorzitter. En volgens mij kan ik gewoon een punt van orde maken. Daar moet de heer Usturk het ook mee eens zijn. En als een collega zo hard wordt aangevallen en beschuldigd wordt van betrokkenheid bij een terroristische organisatie, dan vind ik dat ook andere collega's hiervoor op moeten komen. En ik dank de voorzitter ook voor haar initiatief. En dat u dan ook daadwerkelijk het woord, de bewijzen bij het woord moet gaan leveren. Want anders moet u echt uw beschuldiging intrekken. Dit is geen klein bier wat u nu hier verkondigt. De heer Koopmans. Precies dat. Dit soort beschuldigingen zijn buitengewoon ongepast. Ik vind het buiten de orde. En ik wil maar zeggen, mevrouw Karabulut en ik zijn het heel vaak niet eens. Maar ik sta pal naast haar als iemand haar beschuldigt van het zijn van terrorist. Of het sympathiseren met terrorist. Dat is ongepast, het is schandelijk. De heer Usturk moet dat terugnemen. En mevrouw de voorzitter, ik waardeer het zeer als u daar heel streng op acteert. De heer Droon. Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Voor de Wind, heer Koopmans, en uw inzet op dit punt hier. De heer Van Ooyek. Voorzitter, voor alle duidelijkheid, dat geldt ook voor mij. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord van collega Usturk op al deze vragen. Mevrouw Bloemen. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me aan bij de voorgaande sprekers. De heer Bouali. Ja, dank u wel. Het zou inderdaad de collega van Denk Sier als hij dit terugneemt. En ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik denk dat dit zeer ongepast is. Het is ook een gevaarlijke weg die de collega hierin slaat om een collega van dit huis zo te besmeuren en te beschuldigen. U wilt iets daarop zeggen, mevrouw Karabulut? Zeker, voorzitter. Dank voor uw steun. Dank vanuit de collega's en voor de mensen die meeluisteren. Wees niet gevreesd. Ik ben een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger, een trots volksvertegenwoordiger. En ik zet mij in voor democratie en mensenrechten. En volgens mij, voorzitter, wat de heer Usturk zojuist deed, is niet alleen heel erg laag, maar toont ook precies het probleem aan van Turkije. Dat mensen die anders denken en op vreedzame wijze willen bijdragen aan het oplossen van het probleem, worden bestempeld als de ander, als vijand, als terrorist. En mijn vraag was een hele simpele, namelijk de heer Usturk en zijn partij zetten zich elders in de wereld altijd in voor mensenrechten, of dat nou Myanmar is of Palestina. En conditioneren ook de relatie die zij aangaan. Maar helaas, als het aankomt op Turkije, dan staat de heer Usturk pal voor het repressieve systeem van de heer Erdogan. En dat is bijzonder spijtig. Dan geef ik nu het woord aan de heer Usturk. Maar dat is toch ook een beschuldiging? Waar heeft u de bewijzen? Waar heeft u de bewijzen dan? Niks. Het gaat erom, voorzitter, dat ik hier wel wat bewijs heb. Het is de SP-fractie, onder leiding van mevrouw Karabulut, die een motie heeft ingediend om de PKK-terreurorganisatie te legaliseren. Dus het is gewoon een feit dat de SP-fractie onder leiding van mevrouw Karabulut een band heeft met PKK. En dat geeft ze ook toe. Ze heeft nog nooit, voorzitter, één keer negatief gesproken over PKK, over de mensenrechten schendingen van een terroristische organisatie. Dat kan zij ook niet. En dat is precies de hypocrisie die ik hier zie. Een terroristische organisatie is al 30 jaar mensen aan het vermoorden in Turkije. SP-fractie en mevrouw Karabulut voorop zegt geen woord. Al die kinderen, al die ouderen die daar vermoord worden, al die soldaten die daar vermoord worden, laat je gewoon links liggen. En dat is wat ik bedoel, mevrouw Karabulut. Spreek eens een keer uit dat u geen PKK-vriend bent, dat u PKK een terroristische organisatie vindt. Spreek dat eens een keer uit, dan stopt de discussie ook hier. Mevrouw Karabulut. Ja, voorzitter. De heer Usturk, wanneer hij inderdaad zich zou verzetten tegen het repressieve systeem en pal aan de zijde zou staan van de slachtoffers van dat systeem en pal aan de zijde zou staan van de politiek gevangenen, dan zou hij zich daarover durven uitspreken. Ik heb er geen enkele moeite mee om uit te spreken dat de PKK een terroristische organisatie is. Maar voorzitter, ik probeer ook uit te leggen dat wanneer we dat probleem zouden willen oplossen, je dan een vreedzame weg moet volgen in plaats van onderdrukking. En dan zouden we verder komen, maar daar wil de heer Usturk helaas niks van weten. En wederom toont hij hier waar hij staat als het gaat om het repressieve systeem van de heer Erdogan. Dan, ja, de heer Usturk. Ik heb vandaag niks gezegd over het systeem in Turkije. Dat doen we nooit.
Het enige wat ik heb gezegd is van laten we uitspreken dat die handelsrelatie met Turkije verbeterd wordt. En dan krijg je zo'n aanval. Maar ik ben blij, mevrouw Karablu, dat u zich uitspreekt. Dat u zegt dat PKK een terroristische organisatie is. Maar ik ben ook blij dat u daarmee ook de koers van een aantal jaar geleden, waarin de SP de terreurorganisatie wilde laten legaliseren, die motie, dat u daar afstand van neemt. En één stap verder zal zijn, kijk, de PKK heeft ook vertakkingen in Nederland, ook hier in Den Haag. En één stap zou verder zijn, ook in Amsterdam, waar u vandaan komt, dat u dan uitspreekt de daden die ze hier verrichten, dat het ook niet kan. En al die afpersingen en al die daden, dat ze ook moeten aangepakt worden. Ik ga en naar de heer Omtzigt. Komt nog, denk ik. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik geloof dat bij de Kamerbreedte hier een vraag gesteld is aan de collega van Denk. En die weigert die te beantwoorden. En dat is bloedserieus om iemand van terrorisme te beschuldigen. Nee. Dus ik vraag of hij met de bewijzen komt. En dit is zo serieus, omdat het regime in Turkije verre van democratisch is. En de beschuldiging dat iemand terroristische banden is, door deze regering tegen politieke tegenstanders ingezet wordt, om in het leven en het privéleven onmogelijk gemaakt te worden. En daarom vraag ik om hier ook afstand van te nemen. Niet dat je niet van mening kunt verschillen over hoe met de Koerdische kwestie omgegaan wordt. Maar wel omdat je elkaar niet in die hoek wilt zetten, omdat dat leidt, en dat weet de heer Öztürk heel goed, tot hele nare acties richting elkaar. Dus dat verzoek doe ik, en ik doe het ook via u, voorzitter, want u bewaakt ook de orde en heeft ook instrumenten voor in het reglement van orde. Nou, de heer Öztürk. Voorzitter, het is precies het punt die wij al jaren maken. Wij worden door een aantal fracties continu in een bepaalde hoek gezet. Continu. En daarom ontvangen wij die bedreigingen. Ik heb onlangs weer aangifte moeten doen. Continu in de hoek worden gezet, met z'n allen, een aantal fracties hier, waardoor wij toch, ook door de Kamervoorzitter, heb ik maandag ook uitgelegd, in de media worden beschimpt met uitlatingen, waardoor wij continu in de samenleving met bedreiging te maken maken. Als de heer Omtzigt daadwerkelijk eerlijk zou zijn, zou hij zeggen van, ook wij moeten dat niet doen richting de heer Öztürk, richting Denk. En dan houdt het op. Goed. Die stap, daar ben ik bereid om te zetten. Maar dan moet ervoor gezorgd worden dat iedereen elkaar niet in een hoek zet. Dus Denk in een bepaalde hoek zetten, met het regime in Turkije verbinden en vervolgens mevrouw Karabulut verdedigen. Ik heb net aangegeven, SP heeft een motie ingediend om PKK, een terreurorganisatie, te legaliseren. Dat is mijn bewijs waar ik kan laten zien dat de SP samenwerkt. Meneer, meer dan dat hoef ik niet te laten ik zien. Ik zie u staan, meneer De Roon, maar ik wil eigenlijk een einde. Maar wilt u even stoppen als ik aan het woord ben? Ja, voorzitter. Ik heb nog een andere interruptie, niet op wat nu besproken is, maar wel voor... Dan gaan we verder, ja. Ja, voorzitter, het gaat buitengewoon slecht met de Turkse economie. En de Turkse lira die is enorm aan waarde verloren, dankzij dat slechte beleid van die Turkse overheid op economisch terrein. En dan komt hier Öztürk ervoor pleiten dat de handel met Turkije fors wordt geïntensiveerd en dat de regering zich daar keihard voor moet inzetten. Dat betekent dus dat u ervoor pleit dat onze regering steun gaat geven aan het bewind, het islamistisch-Ottomaanse, neo-Ottomaanse bewind van Erdogan. Waarom doet u dat? Nou, kijk, het gaat erom, er wonen 80 miljoen mensen die al 406 jaar betrekking hebben met Nederland. En Nederland is een van de grootste investeerders in Turkije. Er gaan bijna 1 miljoen mensen op vakantie. Er wonen honderdduizenden mensen van Nederlandse komaf in Turkije. En het zou heel goed zijn, en dat is ook onze principe, dat wij heel graag als Nederland handel willen bedrijven. Dat doen we ook met China. Terwijl daar de Oeigoeren worden onderdrukt, is vandaag met alle egars de Chinese overheid ontvangen. Ik hoor u daar niks van. Allemaal buitenlandwoordvoerders, geen tweet. Ook niet van onze meneer De Roon, die niet zegt van de Oeigoeren worden daar onderdrukt. Waarom kunt u daar niet iets over zeggen, over de mensenrechten schendingen? Als het gaat om Turkije, staat u vooraan. Ja, de heer De Roon, tot slot. De zoveelste jijbak waar de Öztürk mee komt. Geef nou eens gewoon antwoord op een vraag. Waarom wilt u dat die Turkse economie verbetert? Waarom wilt u dat onze Nederlandse overheid dat schrikbewind van Erdogan ondersteunt door te doen zoals u voorstelt? De Turkse economie is voor 80 miljoen mensen daar. Gaat u en het levert. Ja? En het levert ook economisch voorspoed voor Nederland en banen. En als u dat niet wil, moet u dat maar vooral hier zeggen. Eigenlijk, ja, ik zie u staan, maar... Goedemorgen, meneer Van Ooyek. De heer Van Ooyek.
Voorzitter, ik aarzelde, maar ik denk dat het goed is dat de vraag die mevrouw Karabulut stelde en die gevolgd werd door die beschuldiging waar u terecht als eerste een grens heeft getrokken, die vraag blijft staan. Als de fractie van DENK zegt we moeten meer economische betrekkingen met Turkije, dan kun je daarover van mening verschillen. Maar betekent dat voor de fractie van DENK ook dat dat gepaard moet gaan met een consistente en consequente kritiek op de mensenrechten situatie als die daar aanleiding toe geeft? En die geeft daar aanleiding toe. Gaan die dingen hand in hand? Of doen we wel het een, maar niet het ander? Want dan weten we in ieder geval, in al die mist die de heer Öztürk creëert, waar de fractie van DENK staat. De heer Öztürk. Er is continu kritiek door alle fracties hier. Dus wat dat betreft, u wordt op uw wenken bediend. Mevrouw Karabulut doet niks anders dan kritiek leveren. Nee. Dus er is continu kritiek. Ja, maar mijn punt is, wij willen een lans breken, dat wij zeggen dat wij nu in deze tijden, nu de relaties verbeterd zijn, proberen die handelsrelaties te verbeteren, zodat de contact beter wordt en voor beide landen economisch voorspoed brengt. Tot slot, meneer voorzitter, want mijn vraag was niet of er continu kritiek is van anderen. Mijn vraag is, waar staat de fractie van DENK op dit punt? En collega Öztürk kan heel veel mist creëren en heel veel tegenaanvallen lanceren, maar het is een heel eenvoudige vraag. Hij wil meer economische betrekkingen, dat mag, dat hij dat wil, maar moet dat ook gepaard gaan met kritiek op de mensenrechten situatie in Turkije? Dat is de simpele vraag die mevrouw Karabulut hem stelde en waarna die idiote aanval gelanceerd werd. Kijk, we hebben vaker aangegeven de wijze waarop de kritiek en op de plek waar de kritiek gebracht wordt, dat bepaalt DENK zelf. En wij hebben gewoon gezegd, en dat heeft de heer Kuzu ook vaker uitgesproken, tuurlijk hebben wij daar waar nodig kritiek. Tuurlijk zeggen wij ook dingen waar nodig niet goed gaat. Maar het gaat erom dat de fracties hier ons proberen in een hoek te duwen en een bepaalde manier te beschimpen en een bepaalde manier te verbinden aan een bepaalde regime. En dat daar niemand, ook geen enkel medium, daar bewijzen voor heeft. En alsnog, ook de woorden van mevrouw Karabulut op het einde, gaat die richting op. Dan hoor je de Kamervoorzitter niet, want dat vindt ze niet belangrijk. Maar op het moment dat de bal terugkaatst, dan is het niet leuk. Ik wil eigenlijk, ik wil je stoppen als ik aan het woord ben. Even een klein beetje respect. Respect voor dit huis. Respect voor de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Respect voor de functie van voorzitter. U hoeft geen respect voor mij te hebben, maar wel voor de functie. Wilt u daar alsjeblieft een keertje een rekening mee houden? En stoppen met tussendoor allerlei dingen naar mij te roepen. Stop ermee. Stop ook op. Dank u wel. Dank u wel. Gaat u weer zitten. Dan geef ik nu het woord aan. Even kijken, wie is de volgende spreker? Ik ben nog niet. U bent klaar? Nee. De heer Omtzigt. Nee, ik heb 1 minuut 22. Het is mooi geweest, meneer Öztürk. Dan geef ik het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22 om te spreken. Ik heb de recht op, dat staat in het reglement van orde. Ja. Ik geef het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22. Ik heb gewoon 1 minuut 22, iedereen krijgt het. Meneer Öztürk, dit heeft geen enkel zin om op deze manier door te gaan. Dan ga ik nu eigenlijk over naar de heer Omtzigt van het CDA. Mond doodgemaakt. Tot de voorste mond doodgemaakt. Ik ga gewoon klachten indienen. Doe dat. Het woord is aan de heer Omtzigt namens het CDA. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel. Ik sta toch enigszins perplex over de wijze waarop een collega hier weggezet wordt. En ik vraag u dat in het presidium te bespreken. Het kan niet zo zijn dat we hier elkaar in een terroristische hoek wegzetten en voor de rest geen vragen van collega's beantwoorden. Het is geen manier van debat voeren en ik had hier echt wat anders verwacht. Ik wil gewoon deze discussie afronden, want er is van alles heen en weer gezegd en wij moeten verder ook met de agenda. Dus ik wil eigenlijk we praten over een land
ja, dat het een grote openluchtgevangenis geworden is. Waar mensen weggezet worden in een hoek. Bewust tientallen journalisten opgepakt worden. Vele Nederlanders in gevangenissen zitten. Een land dat economisch in de moeilijkheden zit en waarschijnlijk wel steun bij het IMF moet aanvragen. En een aantal mensen hier steekt gewoon zijn kop in het zand voor die grote problemen van Turkije. Dat land, voorzitter, daar dient de Nederlandse regering duidelijk mee te zijn. Niet alleen